Thomas Kok, ja, een heel jammerlijke nederlaag kunnen we wel zeggen. Misschien op basis van de eerste helft niet zo. Op basis van de tweede helft, zeker de laatste 20 minuten, hebben jullie misschien wel recht op meer? Ja, misschien de laatste 20 minuten wel. Ik vond wel dat het overal gewoon eigenlijk te weinig was om resultaat eruit te halen. Ja, die eerste helft, moet ik heel eerlijk in zijn, was gewoon gezapig. Jullie kwamen ook eigenlijk amper tot schoten. 1 kans via Daniel Bredijk en verder niet. Waar zat dat dan in? Zoals je het al zei, gezapig. Ik denk dat we gewoon de wedstrijd niet goed beginnen. Intensiteit is niet goed. Gewoon de spirit, die hoort er gewoon te zijn. En dat was er niet. De tweede helft was wel iets beter, maar gewoon te weinig. En daarom verlies je hier. Ja, dan wordt de tactisch nog wat omgezet. In plaats van met 5 achterop, gaan jullie met 4 achterop spelen. Dan begint het wat beter te lopen. Heb je dan nog hoop op een goed resultaat? Tuurlijk, je hebt altijd hoop op een goed resultaat. Zeker als die 1-2 valt. En dan probeer je nog met lange ballen iets eruit te halen. En het mocht niet zo zijn. En dan is het helaas niet zo. Dan doorbreek je misschien wel een aardige reeks. Is dat iets wat dan in het koppie gaat zitten? Of heb je meer zoiets van, ja, weet je, we hebben het vandaag wel weer gewoon, zeker die laatste 20 minuten, wel laten zien? Nee, nu is het vooral in het kopje dat het kloot is dat we verloren hebben. Ik denk niet aan een bepaalde reeks of wat dan ook. Ik kijk alleen naar vanavond en vanavond was het niet goed. Hebben we de 1-2 verloren. Dus kloten en nu zit je daar nog mee en in de loop van de week ga je weer naar de volgende wedstrijd. Ja, dan toch nog even terugkomend op deze wedstrijd. In die tweede helft, jullie hebben dan heel lang geen grip. Wat gebeurt er dan opeens dat jullie wel die grip terugkrijgen op Volendam? Dat is een goede vraag. Dat zou ik nu zo niet 1, 2, 3 kunnen zeggen. Misschien de goal geeft ons wat extra boost. Maar ik zou niet echt weten waar dat aan ligt. Ja, nu op naar volgende week. Nou ja, dan zie je bij jullie ook voorin een klein probleempje. Want ja, Maletic is geblesseerd. Dan heb je Moergos, die is er ook nog niet. Is dat iets wat in de spelersgroep leeft? Dat de spitsen geblesseerd raken en dat misschien moeilijker gaat worden? Natuurlijk leeft het dat als twee jongens wat lang geblesseerd zijn. Alleen, we hebben genoeg jongens die daar kunnen staan. En we moeten het met z'n allen doen. En als de selectie iets kleiner wordt met twee jongens, is super vervelend. Alleen, er zijn jongens klaar om die positie in te vullen.